heb ik nog één laatste vraag. Wij gaan een groot theaterspectakel maken, hè, straks. En het wordt echt groot, want we beginnen op het, bij de NS, bij het spoor. De regering heeft bedacht alle treinen stil te leggen. Geen enkele trein moet meer rijden, want dan kunnen de Duitsers niet met hun legers vervoeren. Ze kunnen geen materiaal vervoeren. Dus dan leggen we een mooie Duitse leger plat. Omdat dat toch wel heel erg is dat het is gezien. Sinds je geboorte, dan moet je al heel snel onderduiken. Zo zie je dat jullie allemaal in de familie mensen hebben die deze oorlog hebben meegemaakt. Na deze oorlog is er in Nederland gelukkig geen oorlog meer geweest. Helaas, overal om ons heen in de wereld wel. We hebben eigenlijk via een collega van ons hebben wij informatie gekregen over de voorstelling. En aan de hand van een lesbrief hebben we eigenlijk in de klas besproken en gelezen eigenlijk waar het verhaal over gaat. En zo heeft het klassikaal aangepakt. En nu hebben ze vandaag een voorstelling eigenlijk. Hoe cool om te zien hoe iemand het heeft meegemaakt. En dat dan durft om op het papier te zetten. En ja, ik vind geschiedenis sowieso wel leuk. Dus. Maar dit is wel echt een toppunt voor mij. Nee, ik had het niet verwacht dat het de grootste overval ook zou zijn. Met zoveel geld ook dat er gestolen is. Maar ik vond het wel heel interessant. Voor de eenzaamheid. Voor de eenzaamheid. Hij is de held voor mij. Hij zit me in het bloed. Niemand zo sterk als hij. Niemand.